En daar zijn we weer met een nieuwe liveshow van Camping Trend. Dit is de eerste dag van de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. En daar zitten we de hele week. Ja, want dit is de belangrijkste beurs van Nederland. De belangrijkste kampeerbeurs. En we gaan jullie de hele week van woensdag tot en met zondag op de hoogte houden van wat hier gebeurt. En welke nieuwtjes hier allemaal te bewonderen zijn. Maar eerst even voorstellen. Oh, ik ben Jos Mark van Camping Trend. En ik ben Dick Willem Haring. Jos en ik maken het hele jaar door live shows over kamperen. En die kun je allemaal terugzien. Dat kan hier op Facebook, maar ook op YouTube. /campingtrend.nl En daar zie je onze video's over de nieuwste modellen campers, caravans, vouwwagens, noem maar op. Over leuke campings en handige accessoires. En deze week pakken we dus de hele week de kamperen en caravanjaarbus mee. Logisch eigenlijk. Elke avond om 7 uur, als we hem afkrijgen, zoals jullie van ons gewend zijn. Ja, precies. En we hebben nog iets heel leuks voor jullie. Want tijdens elke show geven we deze TomTom Go Camper weg. Het beste navigatieapparaat wat er momenteel te koop is. Speciaal voor mensen die met de camper of caravan op vakantie gaan. Ja, want in deze GPS kun je namelijk de afmetingen van je camper en je caravan invoeren, zodat je nooit meer voor een te laag viaduct of een smal bergweggetje komt te staan. Nou, en we geven hem weg aan mensen die hieronder reageren met comments die onze liveshow delen binnen hun vriendengroep. Dus zet hem op. Ja, vooral delen, want dan kijken er steeds meer mensen. De liveshows presenteren we trouwens vanuit de Harmony 3, een designstudie van Beursner. Daarmee laat Beursner zien welke kansen op gaan met hun caravans. Nou, en als je hier dus rondkijkt, dan doet niets meer denken aan de huidige generatie caravans. Geen houtkleuren, maar echt een heel ander sfeertje en een andere indeling dan we gewend zijn. We hebben een designkeuken, verlichting, daar komen we deze week allemaal op terug. Leuke details. Deze week komen we in elke uitzending even terug op die Harmony 3, absoluut. Want er is nog veel meer te zien. Maar we beginnen met het belangrijkste nieuws. De camper en caravan van het jaar. Ja, en dat doet de ANWB elk jaar. De meest bijzondere, innovatieve caravan en camper verkiezen. En die krijgt echt een hele dikke sticker. Caravan, camper van het jaar. Tot dit jaar deden ze dat met een vakjury. Jos zit bijvoorbeeld in de verkiezing camper van het jaar. Maar dit jaar mochten ook ANWB-leden meebeslissen. En laten we even meekijken naar de onthulling. Nog 10 minuten en dan maakt de ANWB twee belangrijke prijzen bekend. De verkiezing caravan van het jaar en de verkiezing camper van het jaar. Die hebben wij natuurlijk al lang bekeken. En die laten we je zo meteen even zien. Ja, spannend, spannend. 4, 3, 2, 1. En wat is het? Het is de Fendt Bianco Emotion 445FH. Dames en heren. En de winnaar van de camper van het jaar 2019 is geworden. Zullen we even aftellen? 5, 4, 3. We mogen allemaal meedoen. We beginnen met de caravan van het jaar en dit is hem, de Fendt Bianco Emotion 445FH, een mond vol. Vers van de pers, want hier tijdens de kamper- en caravanjaarbeurs heeft de ANWB dat zojuist bekendgemaakt. En van buiten ziet hij eruit als een gewone caravan, maar als je beter kijkt naar dat grote raam in het midden en die extra deur aan de voorkant, dan kun je eigenlijk al zien dat er binnen iets bijzonders aan de hand is. De caravan is ontwikkeld samen met studenten van de Duitse Hogeschool voor Design en Techniek in Rosenheim. En die jongelui kijken toch echt anders naar een caravan. Het meest opvallende is die lekkere luie loungebank in het midden. En een nog fijnere chillplek is het verhoogde tweepersoonsbed. En dat die ook echt bedoeld is om te hangen kun je zien aan de gestoffeerde zijwand. En via die joekels van ramen in het midden kun je ook nog lekker naar buiten kijken. Maar er is nog meer bijzonder aan deze Bianco Emotion. Want als je onderweg bent kun je dat tweepersoonsbed bijna verticaal omhoog zetten. Zo ontstaat er een berging voor twee fietsen. Vandaar dus die grote deur aan de zijkant, want daar schuif je die fiets zo naar binnen. En wat dacht je van de buitendouche in die berging? Zo kun je de mountainbikes ook nog even afspoelen na een ritje door de bossen. De caravan heeft een keuken aan de achterkant met daarnaast een toilet. En van de loungebank kun je een dinette maken om saampjes te eten of als je de tafel verder uitschuift met z'n vieren. En als je vrienden willen blijven slapen, dan kan dat ook, want de dinette bouw je zo om tot tweede tweepersoonsbed. Kortom, een multifunctionele hippe caravan van een fabrikant die soms ook wel als behoudend en degelijk wordt omschreven. Nou, van dat imago komen ze snel af met zulke caravans. Echt een terechte caravan van het jaar. En dan gaan we meteen door naar de W, want die bekijkt de camper van het jaar. Dankjewel Jos. Ja, want bij de ANWB-verkiezing camper van het jaar is deze Hiemer in de prijzen gevallen. Het is de Hiemer B-klasse Modern Comfort. En deze camperserie heeft een paar belangrijke innovaties aan boord.
Het is de eerste camper die gebouwd is op de nieuwe Mercedes Sprinter met voorwielaandrijving. En omdat er dus geen aandrijfas helemaal naar achter hoeft, scheelt dat heel erg in het gewicht. En daarnaast kan die camper lager worden gebouwd. En dat is weer gunstig voor het brandstofverbruik. Nog een innovatie, en dat is ook erg bijzonder. Hiemer heeft speciaal voor de nieuwe Mercedes Sprinter een super light chassis ontwikkeld. Een licht onderstel in samenwerking met Alco. Alleen de langsdragers van dat chassis zijn nog van staal en alle tussenschotten zijn van composietmateriaal, kunststof. En dat scheelt tientallen kilo's en het zorgt voor een ultra licht en stijf chassis. En dat kun je merken aan de wegligging. Bijzonder aan dat chassis is ook dat het al helemaal is voorbereid op de volgende stap in de kampeerwereld, rijden op elektriciteit. En in dat super light chassis is dus nu al heel veel ruimte voor bijvoorbeeld een accupakket of voor rijden op waterstof. Hiemer heeft vervolgens alle technische installaties weggewerkt in die dubbele bodem van dat super light chassis. De bodemplaat is helemaal vlak en dat helpt hem ook weer aan een iets lagere cw-waarde. Van binnen is de Hiemer Modern Comfort ook heel bijzonder. Modern, strak, met witte hooghands kastkleppen en de keuze voor een lichte houtsoort, waardoor hij wat ruimtelijker aanvoelt, of juist een wat chique donkerhoutkleur. Het oogt weer wat knusser. En om het helemaal af te maken kun je kiezen of je deze camper wilt als half integraal, zoals hier achter me staat, waarbij de snuit van de Mercedes Sprinter nog te zien is, of als integraal camper. Groot nieuws dus bij Hiemer en een terechte winnaar van de Camper van het Jaarverkiezing. Nou, mooie camper, Jos. Dat is een mooie geworden. Daar was nog best wel discussie over in de jury. Nou ja, zo hoort het natuurlijk ook, want het is ook niet zomaar een prijs. Alle juryleden hebben een mening en daarvoor wordt ook naar gevraagd. En dan, ja, die campers zoals de Hiemer Modern Comfort nu gekozen is, is unaniem gebeurd en een terechte winnaar. Nou, gaaf man. En als je het nou een beetje spannend vindt om te gaan rijden met zo'n camper, dan hebben we nog een tip voor je. We staan op de stand van de NKC, Europa's grootste camperclub. En hier kun je je inschrijven voor een camperrijvaardigheidstraining. Het voordeel van zo'n training is dat je wat zelfverzekerder achter het stuur krijgt van je camper. Zeker als beginnende camperaar. Het blijft namelijk wel gewoon een groot en zwaar gevaarte. Tijdens de trainingen van de NKC leer je rekening houden met bijvoorbeeld het gewicht en de afmetingen van je camper. En misschien herinner je nog de bijzondere verrichtingen tijdens de rijlessen van vroeger. Nou, straatje keren en bochtje achteruit, dat oefen je dus ook tijdens zo'n campertraining. En daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan communicatie onderling. En omdat de bijrijder meestal je partner is, dan wordt het er een stuk gezelliger op als er goede afspraken gemaakt zijn en als je allebei je rol kent. Slechte communicatie is namelijk vaak oorzaak nummer 1 bij schades. It can net. Ook voor ervaren camperaars is zo'n campertraining nog wel een aanrader. Vaak sluipen er met de jaren toch gewoontes in, waardoor sommige manoeuvres misschien wat minder goed worden uitgevoerd. En de kans op een ongeluk zit nu eenmaal in een klein hoekje. Met zo'n campertraining hou je rijvaardigheid dus prima op peil. Het is niet alleen een leuk dagje uit, want zo'n rijvaardigheidstraining levert je ook nog een leuke korting op bij de NKC Camperverzekering. Dus die rijvaardigheidstraining, die verdien je vanzelf terug. Terug naar die DW, want die heeft namelijk groot nieuws in een klein flesje. Nou, inderdaad, Jos. Groot nieuws in een klein flesje. Tedford gaat namelijk helemaal op de Concentrated Tour. En vorig jaar kwamen ze al met de Aquacam Blue en nu met de Aquacam Lavendel. En vanaf seizoen 2019 komen er ook versies van de Aquacam Green en de Aquacam Rinse. En het scheelt nogal of je zo'n joekel van een fles mee moet nemen of zo'n kleintje. Gewicht en afmetingen zijn nou eenmaal belangrijk in het kampeerwereldje en die nieuwe fles neemt gewoon veel minder plek in. De nieuwe flessen zijn namelijk de helft zo groot als de oude en de werking blijft exact hetzelfde. Je hebt dus maar een dosering van 75 ml nodig in plaats van 150 ml. En uit één zo'n fles haal je dus 10 doseringen en dat is genoeg voor 40 dagen. Nou, je hele vakantie gaat hier mee. Wil je dat Concentrated nou eens uitproberen, dan kan dat, gratis. Het enige wat je hoeft te doen is hier op de beurs Tedford Friend te worden. Dan krijg je een gratis proefmonstertje mee van Aquacam Blue Lavendel. En als Tedford Friend krijg je hier op de beurs ook nog eens 20% korting op de Aquacam Green Concentrated, die de wit hier op de beurs verkoopt. Dus gewoon even vriend worden van Tedford. Ik sta hier bij Aveco Verzekeringen. En pech onderweg met je camper, dat is natuurlijk het laatste wat je wil. Het enige dat je wil, dan wil je zo snel mogelijk geholpen worden. Nou, dan zit je bij Aveco Verzekeringen goed, want die heeft zijn pechhulp helemaal afgestemd op kampeerauto's. Van camperbusjes tot de grote jongens, tot 7,5 ton. Ze hebben zelfs een eigen alarmcentrale voor campers en die is 24 uur per dag bereikbaar. Alle dagen van de week. En of je nou in het puntje van Noorwegen staat of helemaal onderin in Spanje of Italië, de Aveco alarmcentrale regelt direct pechhulp, waar je ook bent in Europa.
En als je camper niet binnen 2 werkdagen te repareren is, nou, dan regelt de VKO een vervangende camper, zodat je weer lekker verder kunt genieten van je vakantie. En dat is niet op een manier van, oh, we gaan ons best doen. Nee, je hebt gewoon 100% zekerheidsgarantie. Die camper die komt er gewoon. Want waar je ook gestrand bent, de specialisten van Aveco brengen die vervangende camper naar je toe en nemen je eigen camper weer terug naar Nederland om hem meteen te laten repareren bij een van de camperbedrijven waarmee ze samenwerken. Maar goed, voorkomen van pech is altijd beter dan genezen. En daarom biedt Aveco aan alle klanten bijvoorbeeld een campercheck aan. En ze organiseren zelfs rijvaardigheidstrainingen. Of een dagje van een kortingsactie op nieuwe banden, zodat je eenvoudig een klapband kunt voorkomen. Nou, dat zit allemaal in je verzekering. Dat hebben ze niet allemaal. Nou, wel zo'n veilig gevoel, hè? Zo'n rijtraining. En zeker die pechhulp van Aveco is relaxed. En Jos, heb jij wel eens zo'n rijvaardigheidstraining gedaan? Nee. Nou, ik wel. En dat is achteruit manoeuvreren met zo'n groot ding, straatje keren, maar ook de elandproef. Dus uitwijken, plotseling. En dat is echt bizar wat je dan met zo'n camper kan doen, wat er allemaal mee mogelijk is. En na zo'n dag kruip je echt anders achter het stuur van je kampeerauto. We gaan het hebben over slapen onder tentdoek. De geur van katoen, maar wel comfortabele bedden. Laat me raden, vouwwagens. Ja, Alpenkreuzer, die heeft een nieuw model. Video. Vouwwagens zijn hartstikke populair bij Nederlandse kampeerders. De geur van katoen, maar wel slapen op comfortabele lattenbodems. Een soort tentkamperen 2.0 en daar vallen veel mensen voor. Hier bij Alpenkreuzer kijken we naar de Parade. En dat is een vouwwagen die ideaal is voor gezinnen die graag verschillende plekken ontdekken tijdens hun vakantie. De Parade is namelijk een van de snelste opzetters in vouwwagenland. Hij heeft een heel eenvoudig opzetsysteem en daardoor staat die Parade binnen 5 minuten, inclusief voortent. De Parade is geschikt voor 4 tot 6 personen met bedden van, hou je vast, 2,10 meter lang. Dus ideaal voor lange mensen. Hij is gebouwd op een geremd Alco-CC met schokbrekers en daardoor ligt hij als een huis achter de auto. Leeg weegt de Parade 450 kilo, je mag hem beladen tot 750 kilo. En daardoor kan hij ook prima achter een kleine auto. De prijs? €7.395. En hè? Hier bij Alpenkreuzer hebben ze een leuke actie op de beurs. Er staat een prototype waarmee je mee mag denken over de kleur en de uitrusting. En als je meedoet, kun je zelfs een buitenkeuken winnen. Nou, en dan gaan we nu van een oer-Hollands product naar de andere kant van de plas, Groot-Brittannië. Laat me zien, Jos. Aan de andere kant van de Noordzee worden Sprite caravans gebouwd. Inderdaad, in Groot-Brittannië. En met zo'n Sprite koop je dus echt wat bijzonders. Dat begint al aan de buitenkant van deze Cruiser 495. Lichtmetalen wielen, gladde polyesterwanden waarin geen hout meer is verwerkt. En let even op die voorkant, met zijn stoere front helemaal hoogglans, zwart met een groot panoramadak. Binnen voorin zien we die typische Britse langsbanken, 2 stuks, recht tegenover elkaar. Met de oprollattenbodem uit dat kastje wordt het een enorm bed. En dit is dan het tweede bed, want achterin zit natuurlijk ook nog het Frans bed. In de keuken zien we natuurlijk het typisch Britse gasfornuis met oven, perfect om 's morgens toast te maken. En wij Nederlanders kunnen hem ook prima gebruiken voor de bitterballen. Qua uitrustingsniveau behoort deze caravan tot de toppers. Overal lattenbodems, een Truma Combi 6 voor de verwarming en warm water, standaard en radio met bluetooth aan boord, zodat je je eigen muziek kunt streamen. En alle elektronica is te besturen via een app op je smartphone. Maar de grootste verrassing zit hier, achter het Franse bed. Want daar is de volle breedte gebruikt voor een badkamer met een groot toilet en een volwaardige douche. En dat maakt de Sprite eigenlijk eerder een tweede huis dan een caravan. Anyway, weet jij nog een leuke camping om naartoe te gaan? Jazeker, ik heb een campertip. Schreeuwende kinderen en blaffende honden, die zul je niet tegenkomen. Want 50 plus camping Fishing is dé perfecte plek voor rustzoekende stellen zonder kinderen en zonder honden. En dat was een hele bewuste keuze ooit. En daarmee was 50 plus camping Fishing de eerste adults only camping in Europa. Zo is het zelfs in het hoogseizoen nog lekker rustig op de camping. 50 plus camping Fishing ligt in het Oostenrijkse regio Steiermark. In een prachtig dal met uitzicht op de bergen. Het is een geweldige camping voor rustzoekers en voor fietsliefhebbers. Want langs de camping loopt het enige fietsknooppuntennetwerk van Oostenrijk. Op de camping zelf is er veel aandacht voor de natuur, voor bloemen. En er is zelfs een kruidentuin waar je verse kruiden kunt knippen om mee te koken. En ze hebben nog iets heel bijzonders, Curbis kernöl. En dat klinkt als een geleide wapenraket, maar het is biologische pompoenpitolie, best een lastig woord, uit Steiermark. En dat kun je doen over de salades, in de soep, door de pasta en zelfs over vanilleijs. De smaak doet een beetje denken aan pistachenootjes. En Bernd, de campingbaas van 50 Plus Camping, die kan je alles vertellen over dit en over de omgeving. Maar daar hoef je niet op te wachten, want hij is hier de hele week, de ganse woche in hal 9. Met Curbis kernöl,
of een glaasje zelfgebrouwen snaps voor de liefhebbers. Ja, dat wil ik ook wel een keer, ik durf bijna niet te zeggen, want ik wilde ook wel een keer in die 50 plus. Ben je 50 plus? Bijna. En zo komen we alweer gelukkig aan het einde van deze eerste live show over de kampering caravan jaarbeurs. Nou, en die Dom Tom Go die we gaan verloten, die geven we morgen weg. Dan kunnen we vanavond even op ons gemak kijken in de comments wie hem heeft verdiend. Wie hem zoveel mogelijk heeft gedeeld. Precies. Kijk dus morgen weer, dan zijn we er weer met onze Camping Trend live show. En dan hebben we onder meer nieuws van Detlefs, Isabella, Kabe, Sunliving, morgen, zelfde tijd, 7 uur, zelfde plaats. Bedankt voor het kijken en tot morgen! Tot morgen!